Dit zijn de kippen van Baltus van Neptunus. Dat is A. Dat is Akke. En dat is Annie. Ze hebben die naam gekregen voor mensen die op deze school hebben gezeten. Hebben een naam ingevuld. En als de eerste drie namen met de letter A, die worden uitgekozen voor deze drie kippen. Als ze alle drie dood zijn, dan krijgen de nieuwe kippen naam met de B. Je kon 10 euro betalen, dan mocht je dus een naam verzinnen voor de kip. Maar als je bijvoorbeeld Zenit koos, dan denk ik dat je dan niet die ooit die kip hebt teruggekregen. Maar je krijgt wel 6 eieren. Dat daarachter is het hok. Dat is een soort van klimpaal. Hij is goed. Dit is het dak van het kippenhok. Waar meestal een touw om zit. Omdat anders de kippen kunnen ontsnappen. Hier hebben de kippen eieren gelegd. Ik zie er 1, 2, 3. Ze zijn er wel lang, want ze zijn niet warm. Je hebt daar ook een stok waar de kippen op zitten als ze gaan slapen. Even altijd goed de touw erom heen doen, anders kunnen de kippen ontsnappen en dat is niet fijn. Dit is het voer voor de kippen. Hier kunnen de kippen elke dag lekker snullen en smikkelen. Je hebt vroeger, toen we nog net de kippen hadden, had om de dag een groep een maand lang kippendienst. Er moesten groepjes van 2 keer kippendienst doen. In het kippendienst moest je controleren, voer geven, poep opruimen en eieren in het bakje doen. Die de kippen leggen, doen we in een doosje en die verkopen we in een ruilkast. Hier, dit zijn de eieren die je kan kopen. 6 vrije uitlaatkippen. Hier kan het geld in worden gestopt. Voor de kippen. En hier is toch van de voorwerpen. Maar dus als je een doosje eieren wilt van 6 stuks, zo zien we, kan je het hier 1 euro in doen en dan ben je klaar.